Stoppen, mes laten vallen. Auw, collega. Nou, auw, hallo. Stoppen. Stoppen. Melding aanrijding letsel. Een ambulance ter plaatse. Niet verder rijden, handen laten zien. Staan. God, man, de jukes. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor morgen. En vandaag ga ik weer op pad met de motor. De zware motor wederom. Ik geloof dat het de laatste keer dat ik met de motor was ook met de zware motor heb gedaan. Maar ja, boeiend. Ik vind deze toch wel erg gaaf. En laatst zag ik ze weer voorbij scheuren met spoed. En dan zo lekker snel optrekken. Dus ik vind ze mooi. Waar is de K goed voor? Nergens voor de L is in ieder geval goed voor oranje. Nou, laten we de straat op gaan inzetbaar. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Alleen te op de motor zijn. We kunnen ze niet vervoeren. Maar ja, als we alleen waren in een Touran, kunnen we ook niet vervoeren. Want dat mag niet. Auto voor mij even een stopteken geven die ik ga het volgende kenteken voor deed een paar burn-outs. 4, 8, India, Tango, Golf, 6, en 4, de eigenaar 8, zou een ingenomen rijbewijs hebben. Ik ga hem even blauw aanzetten voor de veiligheid hier op dit punt. Hallo. Hi. Ik denk niet dat jij Jessica bent. Michael Hunt. Nou, ik ondertussen. Nou, hij wordt, nee, die is ook suspended, dus dat is inge... je hebt suspended en, ja, suspended is dus ingevorderd in Nederland. Waarom die burn-out? Wat de fuck gaat het jou aan, zegt hij. Nou goed, daar ga je wel een keur voor krijgen en je mag sowieso niet verder rijden. Dus je mag als eerste even uitstappen. Staan blijven. Ik ben groter dan jij bent, dus ik ga wel winnen. En anders geef je een dik kopstoot met mijn helm. Nee, niet die deur open, maar ik ga even voor mijn bekeuring voor de burn-out en voor het rijden met een verlopen ingevorderd rijbewijs. Auto is niet van jou, begreep ik, maar dus ja, daar ga ik verder niks aan doen. Dat de eigenaresse niet meer mag rijden. Maar dat is nu dus geen straf. Ik neem jouw auto mee, als je niet mijn motor meeneemt. Of ja, neem mee, ik zet hem hier neer. Misschien tot hij dan niet meer verder gaat rijden. Mag je weg vervolgen, hij is footsie. Ja, nu stapt hij in. Boeiend. Ik heb hem in ieder geval weggezet. Het principe is dat hij nu niet meer verder mag rijden. Maar dat gebeurt wel. Je zag het, hij springt er gewoon naartoe. Dus we laten hem gaan. Er komt een melding, denk ik. Nee. Echt zo'n melding die in Nederland toch niet voorkomen. Weet je, die ga ik dan ook niet aannemen. Gang attack. Moet je je voorstellen, zoals in Amerika soms aan toe gaat, tot in één straat gewoon... Alleen maar mensen op elkaar zijn aan het schieten. 1202 OC, we komen eraan. Wacht even hè. Dat was gewoon net die auto die we net aan de kant hebben gezet. En kijk eens wat er nu voor iemand in zit. Zou dat dan de eigenaresse zijn? Ja, kom op. Die gaan we eens even kijken of dat wel die Jessica is die een voorlopig rijbewijs... Want dat was toch deze auto hè? Of niet? Ik ga het volgende kenteken voor je naam. Ja, Jessica Hill. India. Gaan we eens kijken of nu Jessica hierin zit. Stoppen. Goed zo. Hallo. U bent? Nee, ook niet. Oké, doei. Vandaag verder. Ik weet niet hoe ze aan de auto komt. Maar goed. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. We have a suspicious person in... Links vrij. Melding verdacht persoon zou dronken zijn daar op straat. Stoppen. Mes laten vallen. Elke stap dichterbij wordt er geschoten. Heb je dat begrepen, vriend? Ik kan eigenlijk moeten schieten. Maar dan maak ik het nog één keer duidelijk. Dan ga je liggen.
Met spoedeenheidje erbij. Eén collega vraagt om een assistentie. We zijn bij deze aangehouden. Openbaar dronkenschap en verboden wapenbezit. Rijdt u alstublieft prio 1. Ja? Goed. RC in transport hier natuurlijk, dankjewel. Oké, daar. Collega, alles onder controle, dankjewel. Ja, alsjeblieft. We gaan meteen door naar een voertuig die betrokken zou zijn geweest bij een kidnapping, oftewel een gijzeling. Stelen van, ik denk dat die rechtdoor gaat in plaats van... ja, stelen wil ik zeggen. Ja, eigenlijk, je pakt iemand snel mee in je auto en je neemt hem ergens mee naartoe. Vaak bij kinderen, misschien tot daarom een kidnapping heet. Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. De rode lijn, die verbindt mij hier naartoe. Nee, ik moet wel zo rijden. Links vrij, rechts vrij. Ik kan trouwens ook wel blauw aanzetten. En zo zijn we bij hem. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Approach with caution. Stop. Okay. Ik heb even collega's erbij gehaald, bij gevraagd. Die komen zo meteen assisteren bij het arresteren van deze verdachte. Hij gaat in principe, of zij natuurlijk, we gaan altijd maar uit van een hij, maar het kan zomaar een zij zijn. We gaan in principe nergens heen. Zowel dan schiet ik, maar ik heb geen dekking of iets, dus ik ga even mijn collega's erbij laten komen. Die dan zo achter mij of naast mij gaan staan. Oh, gaat er vandoor. Dat gaan we niet doen, hè, vriend. Stoppen, uitstappen. Auw, collega. Nou, auw, hallo. Oh, er zit helemaal niemand in ook. Dat is ook handig. Ah, mijn motor. Ja, dat gaat nog. Ik ga in ieder geval de snelweg af. Let op wat gaat verkeer doen. We hebben geschoten. Het kan zomaar zijn dat hij best wel raak was. En een band heb ik kunnen raken. Ja, ik kan natuurlijk niet... Zeer de volging, ga je netjes erbij. Het kan zijn dat de Volvo X90 als politie uitkomt, maar dat is omdat het in dit gebied is. Oh, wacht even, wat zijn die zwarte puntjes? Ik denk dat die vriendjes heeft opgeroepen. Die ons nu komen aanvallen. Ja, hij heeft vriendjes opgeroepen. Oké, dit is echt niet gunstig voor mij, want ik zit op een motor. Dus ik denk dat ik het ga, om over realisme te praten, ik ga het cancelen. Voor mij is deze inzet klaar. Ik ga eerst keihard gas geven, want ik moet hier weg. Maar weet je, zo iemand wil je graag hebben, maar niet met een motor. Dus ik ga echt gewoon, ik ga deze melding voor mijzelf afbreken. Zodat ik in alle veiligheid kan stoppen. En ik niet word aangereden of doodgeschoten door wie dan ook. Want ik ben zo kwetsbaar op mijn motor. Dus 12.01 of wat zijn we, breekt de melding, dankjewel. Auto af en wij gaan snel, ah zie je. Au, au, au. Zo, die schilden. Hoorden jullie? En er is hier nog een, die gaat ook schieten nu. Ah, die kunnen al goed schieten, jezus. Ik druk op X en we zijn klaar. Een bericht voor alle wagen. Nou, dan gaan we nog maar even kijken bij gestolen voertuig. Oh. Dat is wel zo.
Je staat bijna stil als je een keer... Stoppen! Stoppen! Hey, staan blijven! Zeg de vorm te voet. Waar gaan we heen? Ik ga links op. Staan blijven! En de taser inzetten. Staan blijven. Dat is geen taser. Nu ga je staan blijven. Stoppen. Oké, collega's, jullie hebben hem. Ik zie nog een rood stipje. Het kan zomaar zijn dat er nog iemand in de auto zit. Voertuig gekleerd, oké. Eén takelwaggel. Ik denk dat de eigenaar blij is. We hebben het snel op kunnen lossen. Zonder schade aan het voertuig. Nou, ik zie jullie zo meteen weer. Want ik ga weer terug de stad in. Dat is wat leuker dan hier, denk ik. Vind ik. Doei. Daar zijn wij weer. En wij worden meteen opgeroepen voor een dronken persoon. Die zou hier lopen... En eens kijken wie we aantreffen, wat we aantreffen. Waar loopt hij precies? Hij loopt ergens midden in het buitengebied. Gevaarlichte aan, ja die had ik aan per ongeluk. Die geschoten geloof ik. Ah nee, dat zijn de collega's die weer eens... Hallo politie. Ja. Zou ik hier omlaag kunnen? Amai, nee. Dat gaan we niet doen. Dit moet toch wel lukken? Approach with caution. C, eenheidje erbij. Of wacht, ik druk gewoon nooit knop in. Moeten we niet roepen. 5, schoten los, eenheidje erbij. 12:05, ik ben onderweg. Geen zicht. Ik zie geen verdachte. Ben ik naar zijn scheel of is hij gewoon gedespand? Ewa collega. Ja, dronken persoon. Kwam hier. Ik ben hem kwijt. Hij is in ieder geval dood. Ik kwam hier aan. Hij pakte zijn vuurwapen en op het moment dat hij een schot loste, loste ik er ook twee vanaf mijn motor. Dat is het chillen van een motor. Je bent bevoegd om te schieten vanaf je motor. En weer terug, de game crashte net, ik weet eigenlijk al niet meer waar ik over bezig was. Ja, dat is het voordeel van met een motor, je mag er vanaf schieten. Dus hij trok zijn wapen, schoot op mij en ik schoot twee keer terug. Waarvan de tweede kogel waarschijnlijk ergens in de nek of hoofd was, want die was dodelijk. Dus ja, dat opgelost. Snel wel nog de noodknop ingedrukt om even geen tijd te hebben om een spraakaanvraag urgent te doen. Omdat er nog gevaar aanwezig was. Ik wacht nog 10 seconden. Dan 5, 4, 3, 2, 1. Stopteken voor onnodig linksrijden. Doe even kenteken check. Is die goed, dan laat ik hem gaan, want hij wil in principe naar links.
Dus dan snap ik het dan weer wel. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 0, 7, Yankee, ja, Golf, okay. India, even 4, druk. 6, 7. No, 1099. Attention all units, we've got a traffic alert in Little Seoul. Ja, stuur me door, meldkamer, ik ga erin. Melding aanrijding letsel. Een ambulance ter plaatse. Oh, hier staan er geparkeerd uit. Kruispunt vrij. Links er langs, links vrij, rechts op. Gassen rechts vrij. Alles vrij. Links vrij, rechts vrij. Dat was dezelfde melding als wauw. Die melding heb ik al een keer gehad, laat ik het daarop houden. Die heb ik al een keer in een video laten zien. We moeten nu in principe even daar aanhoren wat is gebeurd. De motorrijder is als goed is aangereden. Maar voor de rest zal ik niks zeggen voor de mensen die de melding nog nooit bij mij hebben gezien. Maar hij wil nog wel eens crashen, maar we zien het wel. We gaan eerst eens met de brandweerman praten. Dikke shout-out naar Wandertje voor deze Nederlandse brandweeruniformen. Hallo, wat is er aan de hand? Ik weet niet, ik ben er pas net aangekomen, zegt hij. Oké, you have to talk to the driver. Oké, ik praat even met de ambulance medewerker van, kan ik met hem praten? Hoe gaat het met hem? Het ziet er niet heel goed uit. Hij zal het overleven, maar hij heeft een heleboel kritische verwondingen. Dus hij moet echt nu naar het ziekenhuis. Oké, dan ga ik even praten met de persoon die het busje bestuurde, want die heeft hem aangereden. Hallo, alles oké? Ja, ik ben oké. Vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet niet, mijn remmen werkte niet meer. Het was zo eng. Ik probeerde echt af te remmen. Wat bedoelt u precies? De remmen deed niet meer. Ja, ik heb deze auto gisteren gekocht en bij de dealer en hij zei me dat alles goed was met de auto. Oké, kun je me dat adres vertellen van de dealer? De naam of de car dealer is LS Supercars. Oké. Bedankt mevrouw. Het beste aan mij. Normaal zullen we hier nog alles oplossen, maar er waren misschien al collega's ter plaatse of zo. Ja, daarachter zie ik een collega staan. Die lost dan alles op. Met mevrouw, hoe ze thuis komt met de motor die hier ligt en het busje. En dan ga ik naar LS Supercars, waar ik eens ga aanhoren van luister, wat is er gisteren met dat busje gebeurd? Want er is iets mee gebeurd. Zo, daar zijn we. Nou, hij staat er buiten. Hallo, politie. Motor laat ik even draaien. Hallo, politie. Hoe kan u helpen, agent? Een van uw voertuigen is betrokken bij een ongeval niet zo lang geleden. Echt? Oh, dat is triest, heel triest. Er is waarschijnlijk geknoeid met de remmen. Kunnen u me daar iets meer over vertellen? Ik heb absoluut geen idee. Het spijt me schat, maar ik heb niet veel tijd. Oké, ja, ik wil graag even binnenkijken meneer. Is dat oké? Whatever, oké, wat zal het? Het zal mij wat boeien, zegt hij eigenlijk. Dus, dan gaan wij nu binnen zoeken naar iets wat kan lijken op wat de rem heeft aangetast. In dit geval weet ik dat hij hier ligt. Dus die hebben we nu. Dus die neem ik meteen mee. Ik ga hem aanspreken. Anders moeten we heel het ding na gaan kijken. Hey, stoppen! Au, hij heeft mij aangereden, soort van een rijdt de rest aan. Stoppen! Uitstappen! Niet verder rijden, handen laten zien. Staan. God man, de jukes. Zet de volging, graag eentje bij. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Burton. 1202 OC, we komen eraan. Luisteren wil me voelen. Stoppen nu. Ik krijg deze als je niet meewerkt. Handen omhoog, heel goed. Op je knieën en dan gaan liggen.
Keurig. Ik ben aangehouden. Voor welk feit is dit? Veroorzaken ongeval? Ik weet niet. Dat zoeken ze wel op het bureau uit. Zo, en ik heb mijn helpie weer terug. Collega's bedankt, ook al stonden we daarachter wat de niks in. Transportbus, je komt zo. Mensen, ik ga jullie bedankt voor het kijken. Nee, ik ga nog geen melding doen. Laat het lekkere meldingje nog erbij pakken. Aangezien, ja, ik heb niet heel veel meldingen gedaan, maar ik ben lang bezig geweest met die andere melding. Dus normaal zeg ik nu rond deze, rond dit tijdstip zo van, nou, nu is het goed geweest. Maar nu zal ik hem gewoon nog een meldingje doen. Oké, okay. Okay. We gaan nog even een spannende melding doen. We gaan een persoon aanhouden die een hoog risico, een verhoogd risico op ontsnappen geweld gebruiken bij zijn arrestatie. Ik word daar naartoe gestuurd samen met nog collega's die ik dadelijk direct ga oproepen op locatie. Het zijn allemaal niet echt meldingen voor de motor, maar we moeten er toch iets leuks van maken en spannend. Oh, die gaat schieten, ja. Kut. Aan de kant. Ik moet hier weg. 1202 OC, we komen eraan. 1202 OC, we komen eraan. Het is een taser. Daar heb ik echt niks aan. Oh, die gaat rennen. Oh, die gaat hard rennen ook. Maar ik weet dus niet of de persoon met wie... Ja, zie je. Oké, die is raak. Vanaf een motor kan ik best goed schieten blijven. Maar de persoon waarom het om gaat, die rent hier nu weg. Stoppen! Kan ik ook zo? Nee, dat kan niet. Stoppen! Oh, mes! Mes laten vallen en liggen blijven. Goed zo. Mercedes zee dus om de hoek. Graag nog een eenheidje erbij voor het geval dat ze toch rare fratsen gaat uithalen. Mes veilig stellen, mes veilig gesteld. Oké, één verdachte aangehouden, alles rustig. Collega mag toch even doorrijden als je wilt. Ga het transportje deze kant op. Er komt nu een Volvo XC90 die hem haar gaat ophalen. Maar dat is gewoon nogmaals het gebied waar we zitten. De auto, de plek waarop de Volvo staat, ja dan krijg je dat. Je moet toch... Je hebt niet oneindig plekken, je hebt niet oneindig plekken voor de ambulance, niet oneindig voor de politie. Maar omdat de politie veel meer heeft dan de ambulance, ja dan moet je soms wat opofferen. Dus in dit geval staat de Volvo op een plek van de politie. En ja, dan kun je wel eens krijgen dat een Volvo MMT met als politiefunctie naar je toe komt. Nu ga ik mensen wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele toffe video vonden. Doe dat blauwe duimpje omhoog en jullie graag over 2 dagen weer bij een nieuwe video. Als ik heel goed na... Nee, ik zou echt niet weten wat er komt. In ieder geval... Wat wel zeker is, wat gaat komen, is dus een nieuwe video. Lekkere outro weer, tot de volgende keer. Doei!